voor de kleuren. Kijk, 8 op 6, die kan niet door en Aston die de leiding heeft. Wacht, weg, van start af. Max moet hier een beetje van verder afkomen. Komt hij niet in de eerste startrij, nu wel. Dat maakt het niet uit, hij pakt ook nu de eerste plaats. 816, Tommy Toer uit Asten. 824, rond de eerste maand in groep 1, nu op de tweede plaats. In Bloemendaal en Sierlo. Ik denk dat hij die derde is, dat hij teruggevallen is naar de derde plaats. Dan moet ik even opletten. Want dan zou het 823 op de tweede zijn. En dat is Bloemendaal en Sierlo, blijft wel in de familie. Ja, 823 op Bloemendaal en Sierlo op 2. En 824 ligt Bloemendaal en Sierlo op 3. Maar allemaal achter die 816 Tommy Toer uit Asten. Of ze daarbij kunnen komen, of ze hem daar kunnen verschalken. Ik vraag het mij af of ze dat gaan lukken. Deze 816, Tommy Toer uit Asten die de leiding heeft. 823, Ad Bloemendaal en Mierlo komt er niet dichterbij. 824, net zo min. Dat is niks Bloemendaal en Mierlo. 832, dat is de vierde plaats. Dennis Kanters uit Asten. Op de vierde plaats, Dennis Kanters uit Asten, nummer 832. 816, Tommy Toer uit Asten. Wat in de laatste ronde van Tommy. Zou het een tweede overwinning worden? 823 op Bloemendaal in Sierlo en 824 Nick Bloemendaal in Sierlo. Nog steeds in nummer 2 en 3. Dan is een behoorlijke kloof naar de vierde man. Dat is 832 Dennis Kanters uit Asten. De wens en de bloemen gaan naar 816. Tommy Toer uit Asten. Ad Bloemendaal en Mierlo wordt tweede. Nick Bloemendaal en Mierlo wordt derde. En Dennis Kanters uit Asten wordt de vierde. Groep B staat opgesteld.